Oh.
Thank you.
Op deze dinsdagavond openen wij de Heilige Schriften, Gods heilige en onfeilbare woord, en wel bij een gedeelte vanuit het Oude Testament, bij het boek der Psalmen. Daarvan nader Psalmen 119. En in dit avonduur met de bede in het hart om hulp en om wijsheid van boven zal daarin bijzonder het 25ste vers overdacht worden. Konden mocht het zijn met de hulp en de wijsheid van boven, zoals die oude dichter van den oude dag, die pelgrim vanuit Psalm 119 daar verlangt om de hulp van Gods geest. En die hulp en die leiding van de Heilige Geest. Daarvan is de pelgrim, de dichter van Psalm 119, geen vreemde van er gebleven. Hij moest het wel belijden. Niets uit hem, maar alles uit hem die leeft en die regeert in alle eeuwigheid.
Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. En welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. En nu, daar in dat gedeelte van dat 25e vers, daar is alles weer zo anders geworden. Hij heeft last gekregen van de vijanden, die driekoppige doodsvijand. Mijn ziel kleeft aan het stof en daar die schreeuw om leven. Maak mij levend naar uw woord. Wie precies deze dichter van Psalm 119 is, wordt niet vermeld. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om de auteur, de dichter, hier niet bij te vermelden. Vele psalmen die bijvoorbeeld een David, de man naar Gods hart, heeft mogen dichten, daarbij staat wel de auteur, de schrijver, maar het is ten diepste God zelf. Het is de Heere die door zijn geest daar die psalmen, ja, die boetepsalmen, die lofliederen heeft doen laten optekenen in de Bijbel. De dichter van Psalm 119. Zijn leven lijkt zoveel op dat beproefde leven van een Mozes, van een David, van een Asaf. Zijn leven, ons leven. Hoe is het met u, jou en mij gesteld? Kennen wij dat pelgrimsleven? Of bent u daar nog vreemd van? Psalm 119, de langste psalm. Het is een psalm die vol staat van de werkingen die een drie-ene God werkt in het leven van de pelgrims op weg naar Sion. Ze zijn allen zondaar geworden voor God. Dat tweesnijdend scherpe zwaard is doorgegaan tot de verdelingen des ziels en des mergs. Psalm 119 is verdeeld in 22 delen. Het wordt ook wel het gouden alfabet genoemd. Psalm 119 is dan hier zo in het midden van de Bijbel als een gewaterde hof. Maar ook wanneer die bron is opgedroogd, hier in het meesef der ellende, dan moet die pelgrim weer door om de voetstappen van zijn meester te drukken. In dit Hebreeuwse alfabet, daar staat alles opgetekend, zoals wij lezen ook van Genesis tot Openbaringen, de weg die daar is gegaan. Maar dat wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Maar hoe kom ik aan dat zalige goed? Hoe word ik wel gelukzalig? Dat kan alleen
door een drie-enig, eenzijdig geestelijk godswerk en bid dan maar veel om die werking van de Heilige Geest. Zoals ook de dichter, och, dat mijn wegen gericht werden in uw inzettingen. Och, en tot stof zult gij wederkeren. Daarbij moesten wij denken aan dat 25e vers. Mijn ziel kleeft aan het stof. Onze kanttekenaren zeggen hierbij, ik ben schier dood in het stof der aarde begraven. Ja, stof en as. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Zo heeft het geklonken, na die diepe val in Adam, waarbij allen smartelijk hebben gegrepen naar die kwaads, en ten dagen als gij daarvan eet, zo zult gij den dood sterven. Maar die heerlijke moederbelofte is gekomen. Al van eeuwigheid uitgedacht in die drie enige volzalige godsraad. Dat ik zal van Gods welbehagen. Hij zal. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, dus tussen dat vervloekte slangenzaad en dat gezegende vrouwenzaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen, de hielen. Dus die kop van Satan, die helse trawant, is vernield. Daar hij in de hemel is opgestaan tegen een drie-enig volzalig werk, die gevallen engel. Hij viel als een bliksem uit de hemel. Hij kon niet in de gemeenschap Gods meer blijven. Maar den Heere was de duivel een eeuwigheid eerder. Hij heeft een weg uitgedacht. En hij zal dat zaad, in dat gezegende vrouwenzaad, in die moederbelofte, door zijn geliefde zoon, zal hij doen triomferen. En hij zal een volk hebben. En ik zal mijn volk formeren. En dat zal zijn lof verkondigen. Hij, de drie enige, was de duivel een eeuwigheid voor. Een wonder van Gods genade, dat hij, die volzalige God, daar een volk wil hebben, dat hem zal dienen, dat hem zal loven en prijzen. Maar nu krijgen die zondaren die in het hart gegrepen worden, te maken met Gods heilige wet. Ach, welzalig zijn zij die in zijn getuigenissen gaan, zo horen wij de pelgrim. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Kijk, dat is geen vrucht van de pelgrim. Dat is geen vrucht van de mensen, zijn akker. Maar onze vrucht is dat het aardrijk doornen en distelen heeft voortgebracht door onze oproer, door onze rebellie, door onze vijandelijke opstand tegen die levende, die volzalige, die heilige, drie-enige God in de hemel.
En hoe zal het nou ooit weer goed komen? Dan moet die zon daar verzinken, vergaan. Doe wat goed is in uw heilige ogen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. We weten niet de dingen die komen zullen. We weten niet hoe dat de toekomst gaat. En zelfs in deze uren kan er van alles gebeuren. Wij weten niet hoe dat de toekomst zal gaan. En wij zien ook weer daar bij de ramen allemaal mensen staan en langskomen. En hoe zal de weg toch zijn? Zullen we afgeleid worden? Of zullen we vastgeklampt worden aan zijn woord en zijn eeuwig blijvende getuigenis? En daarom die schreeuw om leven. Maak mij levend naar uw woord. Zo is die dichter bezet. Zijn ziel kleeft aan het stof. En hoe is onze ziel gesteld? Hoe is het met u op weg en reis naar de eeuwigheid? Is het wel op weg en reis naar die nooit eindigende eeuwigheid? Bent u behouden? Weet u waar uw zondeschuld is gebleven? Of heeft u daar geen last van? Er zijn er zoveel, ook in onze dagen. En ze spreken over een verlossing, maar als je eens goed luistert, ze hebben het niet eens is nodig van de Heilige Geest. Ze zijn niet klein gemaakt voor en onder God. Ze hebben het altijd zo lijkt het op zak. Alsof ze het zo uit de zakken kunnen halen en tevoorschijn brengen. En zij zijn in hun waarneming op weg naar de hemel. Nee, de hel is altijd voor een ander. Zij zijn op weg naar de hemel. Maar er is een weg vanaf de hemelpoort naar de eeuwige rampzaligheid. Velen zullen menen in te gaan, maar zij zullen niet kunnen. Ze zullen daar aan die hemelpoort staan, maar wij hebben toch in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. Ze zijn een ogenblikje, een tijd verlicht geweest. Ze hebben een tijdgeloof gehad. Sommigen in de historie heel bekend. Ze weten de 5 boeken van Mozes. Maar ze zijn nog nooit voor en onder God gebracht. Ze zijn nog nooit verloren moeten gaan om eigen schuld. Ze zijn niet gelouterd door het lijden. Ze zijn niet in die oven der beproeving geweest. Wat blijft er dan over als men in de oven der beproeving komt? Dan komt het openbaar, hè? Maar de dichter, de pelgrim, hij weet waar zijn zondeschuld is gebleven. Hij weet wat maaksel hij is. Zwak van moed, klein van krachten. Maar hij is begenadigd. Zoals de dichter van Psalm 103 het mag belijden. Na ontvangen genade van dien vader. Geen vader sloeg met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Hij weet wat maaksel ik ben, gedachtig dat wij stof zijn. Gaan de dichter van Psalm 90, leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart zouden mogen bekomen. Bekomen, niet bekopen. Nee, want wij hebben geen kwadrantpenning om te betalen. Geen vezeltje van ons bestaan kan iets toedoen
tot de zaligheid. Dat heeft de reformator Maarten Luther daar in zijn kloostercelletje wel ondervonden. En door welke strijd en zorgen is hij worstelende gegaan over de grond, deze zondige aarde. Mijn ziel kleeft aan het stof. En op een zeker moment vonden zijn vrienden hem bewusteloos in zijn kloostercelletje. Ach, dat enkel uit genade zalig te worden. En niet door u, het is Gods gave. De goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Hij roept die drie enige volzalige God. Hij roept zondaren tot bekering. Hij roept ze vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaarlijk licht. En welke storm, in welke nood het ook gaan mocht. Opdat het eerst nood zou worden. Want hoe kunt u verlost worden als u geen nood hebt? Hoe zou je verlost worden van die zondeschuld? Als die banden nooit eens pijn gaan doen. Want die zonden, die baren de dood. De zonden zijn een stank in Gods heilige neusgaten. En de dichter van dat teen, hij heeft het op grond van Gods woord beleden. Dat wij niets anders zijn dan stof en stank, onrein. Maar dat die grote ontfermer, Gods geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen dat verloren was, om het verlorene op te rapen. En hen die geen helper hebben, red mij uit gevaren, uit diepte van ellende, roep ik met mond en hart tot u die hel kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Ja, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig de oren. Daar ik in mijn druk versmacht. En de verlossing is alleen uit hem. Waar de Vader in de eeuwigheid zijn geliefde Zoon bereid heeft. Sla dien herder. En God de Vader heeft dien herder, zijn geliefde Zoon, geslagen met dat wraakoefenende zwaard. Hij is het vlees geworden woord. Het is het woord dat tot vlees is geworden. De eeuwige raad Gods. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het is trouw, de grote liefde Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Johannes 3, vers 16. Hele bekende woorden. Maar zijn die woorden al zaken geworden in uw hart? Het ligt niet aan die heilige God. God doet geen onrecht als hij ons zou wegdoen van voor zijn heilig aangezicht. Er is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Zijn we al van dat vonnis, van die vloek ontdaan? Is die vloek der zonde al weggenomen? Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn of haar zonden. Opdat dat tweesnijdend scherpe zwaard door zou gaan. Dat de Heilige Geest zou gaan werken in ons hart. Bid daarom. Vraag daarom, smeek daarom. Bekeer mij tot u, o God,
dan zal ik bekeerd zijn. Dat hij gaat overtuigen in de eerste plaats van zonde. Dat wij tegen een heilig, drie-enig, goddelijk opperwezen hebben gezondigd. En gedaan wat kwaad was in zijn ogen. Want we zijn van nature geneigd om God en onze naasten te haten. Die zonden, die tergen Gods eer, zijn heiligheid. Waar de Heilige Geest gaat overtuigen van gerechtigheid. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat kan u alleen door die bloedwonden, door dat bloed van de Heer Jezus Christus, die hij gestort heeft op die kruisheuvel van Golgotha. Dat bloed het Nieuwe Testament. Dat bloed dat reinigt van alle vuile zonden. Dat hij gaat overtuigen door zijn geest van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is, die duivel die ligt aan de ketting, aan de banden en zijn kop is vermorzeld. Maar zijn staart doet nog gewisse slagen uitdelen. En hoe zal een onreine een reine voortbrengen in die natuurstaat, die erf en dadelijke zonde besmet. Maar weet u waar uw schuld is gebleven op rechtsgronden? Weet u, zoals een Job mag belijden, terwijl hij daar op de ashoop zit, waar alles in één ogenblik weg is gemaaid. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd, zijn geprezen. Want ik weet, mijn losser, mijn goel, mijn verlosser leeft. Het laagste plaatsje, opgeruimd vanuit die duisternis van zonden en gebracht tot zijn eeuwig wonderlijk genadelicht. Kom, laten wij dan nog lezen van Psalm 119 vanaf vers 25. Tot en met vers 96. Psalm 119 vanaf vers 25 tot en met 96. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb uw wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, omdat ik uw wonderen betrachtte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend mij van de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart gewijd zal hebben. Heere, leer mij de weg uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand. En ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganse harten. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn oog af dat zij geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht, die uw vrezen toegedaan is. Bevestig uw toezegging aan uw knecht, die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af, die ik vreze.
want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goede tierenheid overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw recht. Ten, zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken, van getuigenissen en mij niet schamen. Ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. Ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. De hoogvaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan en heb mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijn vreemdelingenschappen. Heere, des nachts ben ik uw naams gedachtig geweest en heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied omdat ik uw bevelen bewaard heb. De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden zal bewaren. Ik heb uw aanschijn ernstelijk gebeden. Van ganse harte zijt mij genadig naar uw toezegging. Ik heb mijn wegen bedacht en ik heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. Ik heb gehaast en niet vertraagd uw geboden te onderhouden. De goddelozen hopen hebben mij bedroefd. Nochtans heb ik uw wet niet vergeten. Te middernacht sta ik op om u te loven voor de rechter uw gerechtigheid. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. Heere, de aarde is vol van uw goede tierenheid. Leer mij uw inzettingen. Gij hebt bij uw knecht goed gedaan, Heere, naar uw woord. Leer mij in goede zin en wetenschap, want ik heb aan uw geboden geloofd. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en voldoende, leer mij uw inzettingen. De hoogvaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd, doch ik bewaar uw bevelen van ganse harte. Hun hart is vet als smeer, maar ik heb een vermaak in uw wet. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. De wet uw monds is mij beter dan 1000 van goud of zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig opdat ik uw geboden leren. Die u vrezen zullen mij aanzien en zich verblijden, omdat ik uw woord heb gehoopt. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn en dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Laat toch uw goede tierenheid zijn om te troosten naar uw toezeggingen aan uw knecht. Laat mij uw barmhartigheden overkomen, omdat ik leven, want uw wet is in alle vermaking. Laat een hoogvaardigen beschaamd worden, omdat ze mij leugen nedergestoten hebben, doch ik betracht uw geboden. Laat hen tot mij keren die u vrezen en die uw getuigenissen kennen.
Laat mijn hart oprecht zijn tot uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil, op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezeggingen, terwijl ik zeide: wanneer zult gij mij vertroosten? Want ik ben geworden als een lederen zak in de rook, doch uw inzettingen heb ik niet vergeten. Hoeveel zullen de dagen uw knecht zijn? Wat zult gij recht doen over mijn vervolgers? De hoovaardigen hebben mij putten gegraven, het welk niet is naar uw wet. Al uw geboden zijn waarheid. Zij vervolgen mij met leugen, help mij. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde, maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw geboden, naar uw goede tierenheid. Dan zal ik de getuigenis uw mond onderhouden. O Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid, in de hemelen. Uw getrouwheid is van de geslachten tot geslachten. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordonantiën blijven zij nog heden staan, want zij zijn alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet waren geweest, al mijn vermaking, ik waren in mijn druk al langs vergaan. Ik zal uw gebeden in de eeuwigheid niet vergeten, uw bevelen. Want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben mij opgewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien naar uw gebod, is zeer wijd. Kom, laten wij de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de lezing van Gods woord. En laten wij vragen om de werking van de Heilige Geest in de harten. Willen we gebed proberen te doen. Heilige, eeuwig, levende, volzalige, drie-enige God in de hemel. U ziet ons, u weet wat er in ons hart is. Maak ons maar klein onder en voor uw woord en voor uw voeten, opdat het u zou behagen. Dus de woorden des eeuwige levens te schenken door die werking van u, de Heilige Geest. Maar niet alleen de werking, maar ook de inwoning, zoals een Ezechiël in zijn dagen er heeft gezien, dat u water op het dorstige land zou gieten en dat u inwoning zou maken in de harten. En te midden van al de puinhopen, te midden van de as, hopen, toch aan uw woord mocht vastklampen door dat oprechte geloof, maar ook de oordelen van land en volk aan te zeggen, omdat het hart verhard is, zo hard als diamant, maar door een druppel liefde van uw alvermogen, door een wenk van uw alvermogen, kunt gij door uw geest de koudste, de hardste, de stoutste, de snootste, de onbreekbaarste harten in stukken vermurven. Och, kom over en help. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Mijn ziel kleeft aan het stof, zo hebben wij gehoord, van die pelgrim op weg naar Sion. En daar die schreeuw om leven werd geboren, maak mij levend naar uw woord. Hij is in aanraking gekomen met uw heilige wet, met uw geboden.
die geboden van uw heilige wet, die u met uw heilige vinger in die stenen tafelen hebt geschreven, die stellen de zondaar schuldig voor en onder u. Dat we die roede zouden kussen die ons slaat, omdat u de pijn zou doen gevoelen over de zonde schuld, die smart een hartelijk leedwezen over de zonde, dat woord ons gaat lezen. Uw wet is heilig en goed. Daarin waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods, want door de wet is de kennis der zonde. Maar die wet kan ons niet zalig maken. Die wet is een tuchtmeester tot u, o dierbare Heer Jezus Christus. Maar die wet dient scherpelijk gepredikt te worden. Maar die wet, die zal ons uitdrijven als u dat schenkt tot uw heilige recht. En daar moet de zondaar vergaan. Verloren. Is er nog enig weg? Is er nog een middel om wederom tot genade te komen? Het is alleen door u. Door u alleen. Omdat eeuwige welbehagen is door u. Geleven aan mijn ziel. Opdat u van een stenen hart een nieuw, een rein, een vlezen hart zou schenken. Hier op deze aarde zijn zoveel bekommerden die nog niet vrij zijn van die zondeschuld. Ach, wilt u de zulke nog eens opzoeken en ze nog eens waarlijk vrij spreken op rechtsgronden van die hemelhoge schuld, opdat ze u des te meer nodig zouden krijgen en mogen prijzen. Dies loof ik hem, mijn leven lang, het is door u alleen. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En opdat die woorden door uw geest ons ware wijsheid zou leren, ons oog en ons hart verlichten en de devels te doen opklaren. Wat hier in het meest zegt der ellende, ach, voor uw volk, voor uw kinderen nog een verdrukking van 10 dagen die zeer haast voorbij gaat. Ay, leer ons hoe vergankelijk wij zijn. Ons leven is een handbreed gesteld. Ay, leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart maar zouden mogen bekomen. Erbarm u over mij, arme zondaar, Heer, naar uw genade. Ach, want u bent het zo waard om gevreesd en om gediend te worden. Want u zal een volk hebben. Nu heeft u volk geformeerd, totdat het u lof zou verkondigen over dit ganse wereldrand. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal u ontvangen aanbidding, lof en dankbare lofgezang. Opdat er nog een ware opwekking bij u vandaan zou komen, ook in deze tijd. Er lijken zoveel opwekkingen te zijn, ook vooral rondom Pinksteren, hemelvaart, daar voorafgaande. Waar velen claimen de waarheid te hebben. Ze hebben zulke hoge kerkmuren opgericht. En ze houden zich krampachtig vast. Want stel je voor, als er eens een woordje van tussen die muren zou glippen, dan zouden ze beproefd worden. Dan zouden ze in wanhoop komen. Maar Heer, uw knechten, uw dienaren spreken met vrijmoedigheid. En de pelgrim in Psalm 119... hij mocht het getuigen, ik overtref al mijn leraars.
Hij had die voortreffelijke gave ontvangen. Hij was niet bevreesd voor wat anderen van hem dachten, maar hij overmocht hen door uw kracht. En met hem springen wij over een muur en dringen wij door een bende. Met u alleen, zo heeft een David ook u mogen belijden als die vaste rots, als die toevlucht voor de zijne. Met u, mijn God, spring ik over een muur en dring ik door een bende. En ook een Simson die door uw mogendheid, door uw almacht, daar de Filistijnen mocht slaan, verslaan. Want uw wagens en uw wapenen, die geestelijke wapenen, dat kan ook in het fysieke zijn, die zullen de vijanden het stof doen lekken. Want het is door u, door uw almacht, en dat is een wenk van uw alvermogen, door dat geloof, dat als vuur wordt aangewakkerd, zoals die kruikjes olie ook in de dagen van de Zacharia, die olie, dat vuur des geestes doet aanwakkeren, dat niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Nu zijt u bij almacht om doden door uw geest levend te maken naar uw woord, naar uw eeuwig blijvende vaste getuigenis, daar u ons toeroept vanuit uw profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij erop acht hebt, als op een licht schijnend in een duister plaats. Onderzoek de schriften. Zo heeft u gesproken, o dierbare borg, want deze zijn het die van mij getuigen, daar u de eer en de raad uw vaders hebt volvoerd, die dat wraakoefenende zwaard van uw vader heeft gevoeld, daar het vlees geworden woord zijt geworden, nedergelegd in de kribbe, in dat zondige bestaan van ons, zondige bestaan, daar uw verloren zonen en dochteren hebt gewederbaard door uw krachtdadige bediening van uw Heilige Geest, daar die werking, maar ook die inwoning hebt doen maken, zoals Ezechiël in Ezechiël 36, het doet getuigen om ze te bekeren van de drekgoden van deze wereld, deze zondige wereld die in stof en as ligt, waar Ezechiël ook heeft getuigd, te midden van die doodse dorre beenderen. Profeteer gij mensenkind, zegt tot deze beenderen, dat ze levend worden. En daar u stapsgewijs die beenderen, daar vlees op hebt geschonken en vel, maar er zat nog geen leven in. En daar u door uw blazing van de Heilige Geest, daar leven in die beenderen, in die zielen hebt geblazen, of daar ze eerder vertreden lagen in een geboortebloed. En dan leven in uw bloed en leef door uw geest, door uw krachtdadige arbeid, door uw inwoning. Och Heere, doe ons maar recht verstaan wie en wat we geworden zijn. Dat die ademtocht van uw geest daar zou komen. Och, schonk gij ons, mij persoonlijk, de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ter lijst mogen strekken, hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Och, kom over, geleven aan mijn ziel, want dan is het goed. Uw woord bestaat in eeuwigheid. Uw woord, uw getuigenis is zeer vast. Wij hebben het profetische woord, maar wilt u de zaken schenken daar in het hartje, om tot de tere vrezen van uw heilige naam gebracht te worden met die kinderlijke, eenvoudige, oprechte, vrezig zoet. Laat uw klaarheid
O God waarachtig, en uw trouw onschijnen goed, dat die ons geleiden aandachtig, tot uw berg eendrachtig, en tot uw tempel zeer goed, met een nederig gemoed, maak ons maar klein, onder die krachtdadige hand van u. Daar u gesproken hebt, verneder u onder de krachtige hand Gods, ik zal u verhogen ter zijner tijd, al hoop voor Israël. Het beminder om de Vader wil dat ze het vlees geworden wordt, u de Heer Jezus Christus, door het waarzaligmakende geloof, zouden mogen erkennen. Ach Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar u spreekt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hoe de stormen op dit wereld rond en in de harten ook mogen woeden. Jezus is de koning der koning. En de Heere der Heren, op wiens kleed en dij geschreven staat, koning der koningen en Heere der Heren, de God der legerscharen. U bent het, die de banier draagt boven 10.000. Kom over en help, ook voor Israël. Ach, omdat vele landen ook nog dat woord mochten ontvangen, dat profetische woord in de harten, tot zaken der zaligheid, van u en tweeën, dat drie enige, eenzijdige, geestelijke Godswerk, wilt u schenken, u wilt het doen, boven bidden en denken, dat ongeloof is van u vervloekt, dat ongeloof, dat is zonde, maar het geloof door u geschonken, dat doet de bergen van ongeloof verzetten, want u bent het, die door uw geest de ware wijsheid wil leren, daarin u betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. Help ons om uw majesteit, om uw genade, tot eer van uw drie heilig naam, tot eer van uw drie enige naam. Om Jezus wil, om het bloed des verbonds, in de uitdelging onze zondenschuld. Amen. De pelgrim in Psalm 119 heeft het moeten belijden, eveneens als de dichter van 103, David. Als gras en hooi is hier des mensen leven. Mijn ziel kleeft aan het stof. Onze kanttekenaren zeggen hierbij, hij is als een dode met zijn buik over deze aarde, als een worm. Als een vervallene. Als een dode. Schier in de aarde begraven. Dat is wat. Wij staan al met één been in het graf. En waar de boom valt, dan zal die eeuwig nog blijven liggen. Maar hoe is het dan? U vraagt, hoe is het nou met die pelgrim? Hij heeft toch zo heerlijk mogen belijden. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. En daarna nog eens wel gelukzalig. Driewerf zalig. Is hij dan weer afgegleden? Ja. Vanwege de strijd, vanwege de zorgen, vanwege de zonden die hem lichtelijk omringen. Die oude mens die zich nooit toegeeft aan die nieuwe mens hier op aarde, door het geloof te leven, dat geloof bij God vandaan. Dat is het oprechte geloof. Wij moeten bekeerd worden. Met de God van de bekering. Want er is zoveel op deze aarde wat voor bekering doorgaat. Waar velen zich mee bedriegen voor de eeuwigheid.
velen met een kneep in hun geweten het aandurven of met een gemoedelijke toestand. Maar nee, ook na ontvangene genade moeten wij klein blijven. Maak mij levend naar uw woord. Uw woord bestaat in eeuwigheid. Die woorden van eeuwig leven, dat stempel, dat kruisje op het voorhoofd, is dat al bij u ingekerfd? Bent u al verzegeld, ingelijfd door een waar geloof in Hem die leeft en die regeert, de Heer Jezus Christus? Weet u waar uw schuld is gebleven? Dat u met de dichter moet uitroepen: geef mij de weg uw bevelen te verstaan. Ik heb mijn wegen verteld en gij hebt mij, is het ook gebeurd. Dat u bent levend gemaakt naar zijn woord. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het harte bekeert. Het is Gods getuigenis, wat eeuwiglijk zeker is, en slechten, onwetenden in zichzelf, onder weten voortgedrevenen, ware wijsheid wil leren. Wie is Hij, die altijd spoedig onze God vreest bovenal? Die werd geleerd overvloedig van de weg die hij gaan zal. Die zal bezitten zijn goed met stilheid en met vrede. Zijn zaad zal in overvloed het land ook bezitten mede. Zoals dat volk Israël daar vanuit Egypte is uitgevoerd uit het dienst uit der zonde. Daar ze onder die roede, onder die slaande hand, onder die 10 plagen zijn uitgevoerd. En daar doorgeleid door die wateren. Daar in die woestijn eerst moesten rondholen vanwege ongeloof, vanwege de schuld des volks. Maar uiteindelijk daar in Kanaan gebracht vloeien. Vloeiende vol melk en honing. Waar die verspieders werden uitgezonden. Waar ze met die heerlijke grote druiventrossen, die daar bogen, zo rijkelijk, zo groot. Maar hoe heerlijk zal dat hemelse Kanaan dan zijn? Bent u daar al naar verlangend? Dan hebt u toch wel eens met de pelgrim gezongen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lof des Heren aan. In het begin zeiden we het al, even een kanttekening. Zo af en toe zien wij eens wat mensen voorbij het raam gaan. Het is ook in het begin mijn bede geweest dat we daar niet van afgeleid zouden worden. Het is toch weer anders als anders. We weten niet hoe dat de toekomst zal brengen en wat het zal geven. Maar als we mogen vertrouwen op Hem, dan is het groot. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn er hulp verbreiden. En die pelgrims hier op aarde, ze krijgen heimwee naar boven. Want het hoofd is boven.
en het lichaam, de lederen, zijn nog op deze aarde dat hoofd, dat is Christus. Hij is het hoofd der gemeente, der christelijke kerk. Die lederen zijn nog op deze aarde. Maar straks ben ik thuis bij mijn Vader. In het huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwiglijk in de hemelen. Als deze aardse tabernakel zal verbroken worden, hebben wij een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwiglijk in de hemel. David, hij wilde een huis voor de Heer bouwen, maar zijn handen zaten nog onder het bloed. Hij had in de krijg geweest, vele onbesnedenen, heidense Filistijnen van die raddraaiers om door laten komen, die hun harten verhard had, en ook die grote reus van een spotter Goliath. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Wat zou een nietig mens mij doen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ach, zou wat. En nu verlangen we niet naar oorlog. Maar als dat geloof in het hart komt, dat geloof bij God vandaan, in de zielen, dan verlangen we ook wel eens naar de oordelen. Het is immers in Psalm 119 ook dat een dichter wel eens verlangt naar die oordelen. Van Gods goedheid en oordeel wil ik zingen. Zo zingt de dichter in Psalm 101 van Datheen: ik wil hem schone lofzangen toebrengen, daarmee dat ik God en Heere bovenal groot maken zal. Die strijd hier op aarde, niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de overheden in de lucht. En hoeveel landen zijn er ook niet verwikkeld in een afgaande spiraal, waar God en gebod smartelijk worden verlaten, waar er dictatuurwetten komen, waaronder de mensen gebukt gaan, waar gevangenissen vol zijn. Als we denken aan Rusland, Noord-Korea, landen als Iran, Irak, waar vervolging is, waar christenen worden vervolgd. Maar om dan te mogen belijden: de Heere is God. Hij zal mij niet begeven en hij zal me niet verlaten. Zelfs in dure tijd en hongersnood, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachten. Zal de wonderen gadeslaan, die gij hebt van ouds gedaan. In de gedachtenis hoe dat God zijn volk geleid heeft, even zeiden we, uit dat diensthuis der zonde, onder die helse farao vandaan gerukt. En de Mozes wonderlijk bewaard in dat biezen kistje, waterdicht met pek besmeerd, en daar gezoogd onder de vroedvrouwen van farao bewaard. Het zijn de wonderen van de Allerhoogste. En door hem zijn we meer dan overwinnaars. Hij heeft zijn volk geleid door de weg waar het bloed gestreken was. Dat bloed bij die tiende plaag, dan moest dat bloed aan de posten zijn, aan de zijdorpel, de boventorpel, gesmeerd door de vader des huizes, de priester in het gezin. Maar dat bloed mocht niet vertreden worden.
Dat bloed moest kostbaar daar gestreken worden. Op de plaatsen waar het behoorde. Die zijposten en die bovendorpen. Omdat het bloed kostbaar, rein, nodig zou geacht worden. Want waar dat bloed niet was, daar ging de verderfengel naar binnen. En daar zouden de eerstgeborenen gedood worden. Eigen schuld. En nu is het eigen schuld. Als de mens verloren gaat, de weg geweten en niet bewandeld. In het begin hoorden wij, velen zullen menen in te gaan, maar zij zullen niet kunnen. Ze hadden gedacht met een bepaald hoopje in te kunnen gaan, want ze zijn wel eens gemoedelijk geweest. Velen zelfs in zijn naam geprofeteerd, zelfs duivelen uitgeworpen, verlicht geweest. Een tijd met de Heilige Geest. Maar het zal vanaf die andere kant worden gezegd, ik heb u nooit gekend, gij werkers der ongerechtigheid. Hun zielen niet gered. Kan ineens een vrouw dat bidt aan die meester, die leraar der gerechtigheid. En de hondenkunst, zij eten ook van de kruimkunst die daar vallen van de zeren tafels. Ze wist dat brood was voor de kinderen Israëls. Maar ze zag op dat beeld dat die hondenkunst daar aten van die kruimkunst die daar vielen van de tafel. En hier in het heden der genade. Zie uw ziel als een kostbare buit uit te dragen. Bekeert u en leeft. Hoor des Heeren woord. Och, dat hij zal spreken. En hij spreekt ook gewis. Voor elk die voor hem leeft, maak mij levend naar uw woord. Kom, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze zo rood als karmozijn, zal ze maken witter als sneeuw. Ontzondiging. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. De bruid moest het erkennen in het hooglied. Zwart, zwart, gelijk de tenten van Kedar. Doch lieflijk, lelieblank gewassen, want het is door u alleen, die liefdesbruidegom, die zielenbruidegom, die bloedbruidegom, de Heere Jezus Christus. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land. Door een mat van droogte brand, waar niemand lafenis kan krijgen. Mijn ziel kleeft aan stof. Leer mij de weg door u bepaald. Leer mij met de Mozes in Psalm 90. Leer mij alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart mochten bekomen. Niet bekopen. Want wij hebben geen kwadrantpenning om te betalen. Die hemelhoge zondenschuld kan alleen weggenomen worden door hem die leeft en die regeert als vaders rechterhand, die de trooster heeft doen uitstorten, de Heilige Geest in de eerste plaats over zijn jongeren zijn, van discipel tot apostelen gemaakten, maar ook die 3000 zielen, wat wij met de Pinksterdag, als het recht is, hebben herdacht. Die doorstoken werden in het hart, verslagen van geest, omdat zij die goeddoende borg en middelaar
door hun zonden hadden doorwoond, aan het kruis gehecht, waar wij aan dat kruis hadden moeten hangen voor eeuwiglijk en altoos, en hadden moeten branden onder die eeuwige torengloed van Gods heilige recht en majesteit. Want de zondaar staat schuldig aan die heilige geboden. Tegen u heb ik gezondigd, gedaan. Het kwaad was in uw heilige ogen, mannenbroeders, zusters, mannenbroeders. Wat moeten wij doen opdat wij zalig zullen worden? En op het machtswoord van Petrus, waar de Heilige Geest zo krachtdadiglijk werkte. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Waar de profeet Joël al heeft geprofeteerd over die laatste der dagen, zal het zijn dat hij zal uitstorten van zijn geest op alle vlees. Zonen en dochteren, jongelingen en maagden. En daarin ouden dromen zullen dromen. Heilige Heer, die Almachtige, hij heeft alle macht in de hemel en op deze aarde. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt. Heere, u zijt recht in al uw weg en werk. Uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. Och, hoe laag, hoe diep hebben wij het verzondigd, mijn ziel. Drupt weg van treurigheid en klagen. Richt mij op naar uw woord. Ach, en nu hebben we enkel nog maar die eerste vier versen overdacht. Van 25 tot en met 28. Hoe is het nou met u op weg en reis? Naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Eindigt niet. En waar de boom valt, dan zal hij blijven liggen. Al zou de eeuwigheid een keer ophouden. Dan is er nog een eeuwigheid nodig om die drie enige volzalige eeuwige opperwezen te loven en te prijzen. Ze komen met eerbied gesproken nooit klaar. Maar daar, in de hemel, aanschouwende hem die leeft en die regeert, daar is het werkelijk verzadigd met uw goddelijke beeld. Ik heb u aanschouwd. Wie wij zijn, de zondaar. Ik heb tegen u gezondigd. Maar Heere, gij hebt de woorden des enige levens. Ik heb uw wegen bedacht, mijn wegen bedacht. Ik heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenis. Dat is een drie-enig, eenzijdig geestelijk godswerk. Maar de goddelozen, ze benijden mij. Ze hebben mijn bijkans hier op aarde weggenomen. Zo hebben wij even gezongen. In dat vers, ze loeren, die driekoppige doodsvijand, elke keer weer op de hielen. Daarom, wie meent te staan, staat toe dat hij of zij niet vallen. Och, de goddelozen hopen hebben mij beroofd. Ze hebben me beroofd. Ik zie daar, die geslagen Jood, brandend in de stof en as, van zijn verlorenheid. Mijn ziel kleeft aan stof. Ik zie daar die geslagen Jood. Aan de kant van de weg. Het is wel een werkelijke zaak, hè. Wat er toen ook 7 oktober is gebeurd. Kom niet zomaar ineens. Ik zie ze daar liggen. En die terreurdaad. Ik zie ook die geslagen Jood er aan de kant van de weg. Die struikrovers hebben hem geslagen en ligt daar half dood aan de kant van de weg. Het is hopeloos. Maar man, je moet naar hem toe, naar de Heere Jezus. Maar hij heeft geen benen om te gaan, hè. Hij heeft geen benen om te staan. Maar je moet hem aannemen. Maar hij ligt daar in de brandende zon, in die stoffige stof van ellende. Hij
kan zijn handen niet uitstrekken. Het moet hem geschonken worden door een waar zaligmakend geloof, kijk. Velen in onze dagen denken te kunnen lopen, denken te kunnen gaan. Ze staan zelf op. Ze tasten als een blinde langs de wand. En hoe zal de blinde geleiden? Ze zullen beide tezamen vallen in de gracht. Het is vreselijk om zo te vallen in de handen van de levende God. En hoeveel zijn er nu al in de rampzaligheid? Die dachten met een historieel, met een tijdgeloof, met een Jehu-ijver te kunnen bestaan voor God. Maar nee, die geslagen Jood aan de kant van de weg. Ik zie een priester aankomen. Die in de tempel die erediensten leidt en die offerdiensten leidt. Die man zal hem toch wel helpen. Maar die priester stond tegenover hem. Hij zag hem heus wel. Dat was ook een soort wachter. Maar die wachters in de tijd van de bruid, die waren geen getrouwe wachter. En die priester was ook geen getrouwe priester. Ja, het zienlijke was er wel, maar de innerlijke ontfermingen van liefde, het eren van God en tot stichting het dienen van de naaste, geven de goede handreiking. En die olie in de wonden heeft hij niet gegoten. Maar dan een leviet. Nou, die leviet, die moest toch die priesters helpen in de tempel. Die waren zo behulpzaam. Nou, daar zal hij toch wel een hoopje op hebben. Die leviet, behulpzame man. Ja, was immers ingesteld om daar die taken in de hulp, daar te helpen in die tempel. Die zal hem toch wel helpen, maar stond tegenover hem. En idem dito, zoals die priester, hij ging hem voorbij. Nou, die geslagen Jood aan de kant van de weg, die heeft het ervaren in de ziel. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Maar dan komt daar ook nog iemand aan. Maar dat is eigenlijk een vijand. Samaritaan. Samaritanen en Joden moesten in die tijd niets van elkaar hebben. Een echte Jood ging om Samaria heen. Maar we zien daar bij de Heer Jezus, hij moest door Samaria gaan om daar te prediken, om daar te tonen zijn almacht. Gij leerde moet wederom geboren worden. En die barmhartige Samaritaan, kortom, had de liefde, de verzadigende liefde van de Heer in zijn hart ontvangen. Om daar die Jood, geslagen, bont en blauw, half dode, te helpen, te... Och, hoe dan? Nou, mogen we het eens even verklaren. De wonden te ontsmetten, te wassen en kruiken, waarschijnlijk met water en met olie. Die wonden, die helende olie, alle kosten en moeite daar schenken, om daar die geslagene Jood aan de kant van de weg te helpen. O, de liefde en die barmhartige, dat is een type van de Heer Jezus, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de barmhartigheid, hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt de Vader dan door hem, tenzij dat de Vader die hem gezonden heeft hem trekken, opdat het hem behagen, zijn zonen hem te openbaren, en door de Heilige Geest te wederbaren, te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En daar blijft het niet bij, maar ook inwoning te maken door zijn geest. En daar zien wij die barmhartige Samaritaan, die man verzorgen, de wonden ontsmetten. En daar hem voorzichtig op zijn ezel daar voort te brengen in een herberg. Maar daar blijft het ook nog niet bij. Want hij geeft de herbergier, de waardier, geeft hij centen, geld, stukken, om de kosten, de moeite daarvoor te nemen, om die man te onderhouden.
En als er tekort komt, geen nood, want dan is de redding nabij. En dan schenkt hij weer geld om eenvoudigweg die huur te betalen. Maar nu heeft de Heer Jezus Christus betaald. Hij heeft zijn dierbare zoonbloed gestort. Hij heeft de pers alleen getreden, waar niemand van de volkeren met hem was. En dan moeten we kort zijn, dan zijn we ver op het einde. En dan hebben we maar een stippeltje hiervan gezien. Maar het is de grote liefde Gods voor een albederver, voor een bankroete, failliete, geslagene, dode zondaar. Omdat hij door zijn woord en door zijn geest doden zou doen horen. De stem des Zonen Gods. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. En weet je hoe het nou altijd is? Ach, als daar een kruimel geloof en een kruimel genade wordt geschonken. Ach, dan is het vol. Dan is het vol van zijn goedheid. Ja, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Maar ook vaak, daarna als alles weer weg hebt, dan is het is altijd weer, och, schont gij mij, de hulp van uw geest, mag die mij op mijn paand en leidsman strekken. Ach, wanneer zal ik ingaan en u aanschouwen, dat dierbare lam, u alleen zijt waardig, te ontvangen alle lof en de glorie en aanbidding. Gij hebt de woorden des eeuwige levens, om daarboven, vrij van zonden, hem te mogen bedoelen. Dat lied, dat loflied van Mozes en het Lam. Gij hebt ons schone gekocht met uw dierbare hartebloed. Zijn ernstige spraken. Zijn we nu dood of zijn we levend? Een ernstige sprake. Zijn we nog dood of zijn we levend gemaakt? De dichter hij verlangt. Geef leven aan mijn ziel. Maak mij levend naar uw woord. Gij, o dierbare Heer Jezus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt veel sterker dan het geweld. U zijt overwinnaar. Er is hulp besteld bij een held, uit Israël hulp verkoren. Hem uit het volk verhoogd, dien herder, dien opperherder der schapen, hij die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Welzalig, hij of zij wiens zonden zijn vergeven, waar de boom valt, blijft hij eeuwiglijk liggen. Ziel verloren is al verloren. O, wat een sprake. Leer ons al zo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart zouden mogen bekomen. Doorziet mijn gemoed. Doorgrond mij. Ken mij, hart, o Heer. Zie of daar een schadelijke weg zijn. En leid mij op die ene en die eeuwige weg. Breng mij in het spoor van uw gerechtigheid. En wat moet de dichter dan van 119 aan het einde van zijn loopbaan belijden? Zij daar vlak voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Ik heb gedwaald, gelijk een schaap in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Och, erbarm u. Erbarm u over mij. Arme zondaar. Een arme. En degene die arm zijn naar de geest. Die schreien en wenen, die werd hij vriendelijk en goed. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade. Zijn hulpen ter verlossing komen. Och, dan kan ik die oude leraar wel begrijpen, die al lang in de eeuwigheid is. En hij riep het uit.
Soms kan ik alles bij elkaar roepen, omdat God zo goed is. Voor zo'n alles verbeurd hebben zondaar. Maar als hij die inkomsten wil geven, waar hij goed werk begonnen is, dan zal hij het ook voleindigen tot op de jongste dag. Om hem daar eeuwig te loven en te prijzen. Hier op deze aarde in het meest van de ellende, in die verdrukking van 10 dagen, nog in het geloof. Maar straks in een eeuwiglijk aanschouwen. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Ziet wie is hij die daar komt. Leun het op zijn liefste. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hij komt. Springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. Hij is het die kijkende staat uit de vensters. En blinkende uit een tralie. Die daar in die gewaterde hof, door het komen van die noorderwind en het ontwaken van die zoele zuidenwind, door zijn geest, daar die gemeenschap wil schenken, die besloten hof, omdat het roofzuchtige gedierte daar niet tussen kan komen, maar het is een besloten wel. Zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heere over degene die hem vrezen. En hij rukt ze uit. Als een Daniel en zijn vrienden zijn bewaard. In die oven der verproeving. En waar die vlammen zo hoog uitstegen. Maar God zelf was in het midden van hen. Hij regeert. Hij is het. Die zelf die pers heeft getreden. Omdat zijn volk zou leven. Door zijn bloed, door zijn gerechtigheid. Alleen de gerechtigheid van Jezus Christus, die redt van de dood. Opdat zij zouden schuilen in de bloedwonden van hem. Waar de bloedwreker op de wielen is. En waar alle man vergaderde, tot een David in die spelonk van Adullam. En allen die een schuldeiser hadden. En alle man vergaderde die benauwd was. Om die horen des altaars daar in die vrijstad te mogen aangrijpen. O Heer, gij hebt mijn ziel gered. En mijn tranen willen drogen. In het dodelijks tijdsgedricht. De angsten der hel. En alle troost mij alle hoop deed missen. Ik was benauwd. Omringd door droefenissen, maar ik riep de naam des Heeren aldus aan. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt, gelijk een vogel van des vogelsvangers net. Losgeraakt, het is door u er u alleen om het eeuwige welbehagen, om daar gesteld te worden in de ontfermende liefde Gods. De vrijheid der kinderen Gods, kinderen van één vader, Abba lieve vader, gij hebt ons goden gekocht door het bloed des lams, omdat u het heeft gewrocht. Al wat gij wrocht, zou juichen tot Gods eer. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het ons een God te prijzen. Het betaamt ons hier nog in het heden der genade. Psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Dat er een pijl van zijn boog zou geschoten worden. Van de koning der koningen. Ik ben getroffen tussen de gesp en tussen de pansier. Draag mij uit de lege plaats want ik ben dodelijk gewond. Wat hij zijn helende kracht als die barmhartige, die een ontfermende, die getrouwe, houdende God, die een vader van mededogen, zijn genadebalsem zou gieten in de wonden, van een stenen hart een vlezen hart zou schenken. Driewerf zalig, driewerf gelukkig, het is een werk van de vader, zijn verkiezende liefde,
Het is een werk van de Zoon. Door zijn verlossende liefde. Door zijn kracht. Het is een werk van een... van de... Het is een werk van de Heilige Geest. Die dode zondaren leven doet. En overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Het oordeel komt. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En het is al gezegd, waar de boom valt, daar blijft hij eeuwig liggen. Het zij naar het barre noorden, of door genade op rechtsgronden, naar het zwoele zuiden, een eeuwig verschil. Maar waar hij, die volzalige, die eeuwig levende God, een goed werk begonnen is, daar zal het ook voleinden, tot op die jongste dag. Daar, in die bloedwonden van de Heer Jezus Christus, daar is het goed. En daar hij spreekt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En de muren zijn steeds voor mij. Hij is het, de enige, de onveranderlijke, de getrouwhoudende verbonds Jehovah. Zo komen wij aan het einde. Dank u wel voor uw hulp en uw krachten. Vergeef het zondig het onze. Zegen het uwe, om uw grote naams wil. In de uitdaging onze zonde schuld om Jezus wil. Amen.